Op 9 maart, begin deze maand, is er in Amstelveen iemand ontvoerd. Een man, en die is later op de avond weer vrijgelaten. Naar nu blijkt in Leiden. Hier in de rivierenbuurt, bij de Lekstraat en de Drechtstraat, is het ontvoerde slachtoffer door de politie destijds aangetroffen. En daarom staat op deze plek nu het Mobile Media Lab van de politie. Die hoopt dat buurtbewoners mogelijk iets gezien hebben in die nacht van 9 op 10 maart. Er is al snel een verdachte aangehouden, een man uit Leiderdorp, een bekende van de politie. En ook het slachtoffer was een bekende van de politie. Zoveel is bekendgemaakt. En op dit moment is dat eigenlijk de enige informatie die de politie wil delen. Nu vanavond is de politie hier op zoek naar de antwoorden op een aantal specifieke vragen die ongetwijfeld te maken zullen hebben met wie heeft er gezien dat het slachtoffer van de ontvoering hier is vrijgelaten en door wie dan. Dat soort vragen hoopt de politie hier vanavond beantwoord te krijgen. Dat kan ook anoniem. Mensen kunnen een enquête invullen in het Mobile Media Lab van de politie. Ja, en dan kan je anoniem toch informatie met de politie delen. Dus ik weet niet of we nog iemand al wil beginnen.